Nou goed, welkom bij Kaiwa Mastery 1. Nou, dit is de eerste les. Ja, heel leuk om jullie te zien. Kaiwa is conversatie. We krijgen per les dus een thema. En nou, voor vandaag heb ik jullie niet gevraagd om echt iets voor te bereiden. Dat willen we vanaf volgende week wel gaan doen. Zullen twee groepjes per sessie zijn? Dat zal ik iets anders doen. Ik had ook opnames gekeken van andere docenten die deden dat eigenlijk ook nu op deze manier. Wil jullie eigenlijk gaan verdelen, denk ik, groepjes van 2 of 3, wat jullie fijn vinden. En het liefst ook groepjes. Oh, iemand probeert de call in te gaan. Toelaten. Yes. Oké, maar. Zoals ik aan het zeggen. Oh ja, ik wil eigenlijk groepjes maken waarin iedereen ongeveer dezelfde niveau hebben, want anders ja, kan iemand vragen stellen met woorden en zinnen en vervoegingen die de ander helemaal niet eens kent. En dat is niet altijd handig. Maar daar komen we vanzelf wel achter. Altijd één groepje aan het woord en de ander doet passief mee. Daarna draai je de rollen om. En stel ook voor, ja, als het lukt, schrijf mee. Want daar leer je ook van. Maak notities op Word bijvoorbeeld, terwijl je meeluistert. Tijdsindeling, dit is een standaard tijdsindeling, of dit is voor vandaag in ieder geval. Eerst geef ik jullie uitleg, dan gaan we converseren dat ongeveer tot half. Dan geef ik jullie eigenlijk per gesprek, dus per ronde van een groepje, geef ik jullie feedback. Dus over grammatica of uitspraak en dergelijke. Dat is het eigenlijk. Iemand of een groepje gaat converseren en dan geef ik feedback en dan gaan we door naar de volgende groep. En aan het einde van de les dan alvast een preview van de volgende les. Welk thema we gaan bespreken en wat jullie daarvoor kunnen voorbereiden. In ieder geval zouden we het dus deze week over evenementen hebben. Zoals altijd 2 gesprekjes. Eerste was vrij, tweede had te maken met verjaardag in principe. In principe zijn er 3 dingetjes bijgekomen. In principe heb ik het daar ook aan het begin van de eerste les al over gehad. Over het verschil tussen nanno en donna. Dat een zin met nanno erin een zelfstandig naamwoord behoort te hebben. En een vraagwoord met donna erin eindigt. Beantwoord moet worden door middel van een adjectief. Donna honga suki desu ka? Omoshiroi honga suki desu. Nanno honga suki desu ka? Fantasie no honga suki desu, hè? Dat waren de 2 mogelijke antwoorden op die 2 vraagwoorden. En dan hebben we natuurlijk nog een ander extra vraagwoord die we eraan toevoegen. En dat is do. Hoe of hoe was iets? Hè? Do deshita ka? Hoe was het? Of hoe ging het? Zo zouden we dat kunnen vertalen. De eerste conversatie ging natuurlijk op een wat luchtig niveau. Je gaat met een vriendin, een vriend of een aantal vriendinnen een afspraak inplannen. Nou, ik heb jullie natuurlijk als tip toen meegegeven, pak je eigen agenda erbij. Mocht je nog een beetje zo ouderwet zijn als ik met een fysieke agenda, ik haat digitale agenda's. dan kun je natuurlijk goed zien, hey, ik heb dan en dan iets gepland of ik ben dan en dan vrij. En dan, ja, het is niet altijd zo makkelijk, nogmaals, in het volwassen leven. En zeker niet omdat we nu natuurlijk de kerstdagen hebben. Dus als je een dag plant, plan inderdaad eentje die ook in je echte leven, in de realiteit gewoon ook gepland kan worden. Of juist niet. Wanneer niet gepland kan worden, dat je dat dan ook daadwerkelijk aangeeft. In plaats van, oh ja, geen probleem. En dan vervolgens wil je het gesprek gewoon wat korter maken. En dan probeer je het op die manier. In ieder geval informeel. Je bent dus met een bekende op zijn minst in gesprek. Justin-san en Daisy-san, negaishimasu. Hi. Moshi, Justin desu. Ohayo, Justin-san. Moshi, Daisy desu. Isashiburi desu. Genki desu ka? Genki desu yo. Justin-san wa? Hai, genki desu. Senshu, matsuri ni ikemashita yo ne? Itsu ka issho ni ikemasen ka? はい、いいね。明日行きましょうか?
明日、テストがありますから行きません。明後日の天気も良いです。それでは行きましょう。ちょっと待って。あ、ごめんなさい。もう約束があります。次の週末はどう？日曜日の天気が悪いですから。土曜日に行きましょう。はい、行きましょう。何時に会いますか？14時はどう？それから駅で会いましょう。大丈夫ですか？大丈夫です。土曜日の14時に駅で会いましょう。はい、またね。またね。Hij is goed bezig. いいね。